Hoi, wij zijn Christel en Jeroen van de Blikopeners. En we willen het vandaag willen we het in onze vlog hebben over grenzen. We zijn afgelopen zaterdag zijn we bij het Mama Café geweest in Zaandam. En afgelopen dinsdag hebben we een training gehad bij de gasthouderbureau De Heuvelrug in Leersum. En daar hebben we het gehad over de seksuele ontwikkeling van jonge kinderen, 0 tot 7 jaar. En dat was allemaal heel erg leuk en interessant. Maar wat ook heel veel aan bod kwam, waren grenzen. Het onderwerp grenzen. En ik wil eigenlijk aan jou eens vragen, Christel. Ben jij wel eens over je grenzen heen gegaan? Ja, ik ben wel eens over mijn grenzen heen gegaan. En vaak zijn die subtiel. Want dan, ik noem maar wat, bijvoorbeeld verjaardagen. Zo, dan kom je zo'n kring binnen en dan zie je dat mensen soms als een zoen willen geven. Maar ik wil eigenlijk het liefst altijd alleen maar een hand geven. En dan ga ik wel eens over mijn grens heen. Ja. En waarom doe je dat dan? Omdat ik denk dat het dan sociaal aanvaardbaar is of zo. Oké. Okay. Ja, en een ander voorbeeld ervan is ook zo van, ik ga wel eens met vriendinnen naar de sauna. En toen hadden wij eens een keer dat we in een bubbelbad zaten. En dat zo'n man dan gewoon te dicht in jouw zone komt. En wat we dan deden, gingen we het bubbelbad uit. Maar eigenlijk hadden we die man gewoon moeten zeggen, hey, zou het eens op, ga eens een stukje verder zitten. Dat hebben we dan toch niet gedaan. We nemen ons dat nu voortaan wel voor. Okay. Om dat wel op die manier te doen. Maar kun je dan eigenlijk de conclusie trekken dat het voor jou, maar en voor heel veel andere volwassenen, dan ook moeilijk is en lastig is om je grens aan te geven? Ja, vaak als het om subtiele grenzen gaat, of als je een beetje sociale druk voelt, ja, dan is dat wel eens lastig om dat te doen. Ja, ja, nou, datzelfde dat hoorden wij dus ook bij die gasthouderbureau en bij het Mama Café. En dat bracht ons dan ook tot de vraag van, als het dan al voor onszelf zo moeilijk is, hoe leer je dat aan cliënten en jonge kinderen aan? Nou, ik denk door al heel vroeg ze keuzes te laten maken en die keuzes ook te respecteren. Kijk, wij moeten kinderen natuurlijk wel opvoeden. Hè? Wij moeten kinderen wel dingen leren en hoe ze in het verkeer moeten doen, dat ze met mes en vork moeten eten. Maar zo moeten ze ook leren dat hun grenzen gerespecteerd worden. Soms zie je wel eens mensen, dan zeggen ze, welke schoenen wil je aan? En dan willen ze bijvoorbeeld een groene en een rode laars aan. En dat mag dan niet. Dan denk ik, ja, vraag dat dan niet. Weet je? Dan maar hoe doe je dat dan wel? Vragen. Dan moet je het, of je gaat ervan uit dat het kan, dat ze die groene en die rode laars aan mogen. Of je geeft ze keuze. Je doet je laarzen aan of je schoenen. En dat ze daaruit mogen kiezen. Maar dat je dan ook, als een kind kiest, dat je dat dan ook respecteert. Zo leert het ook, dat als het nee leert zeggen, dat het dan ook gerespecteerd wordt. En zo is dat ook met verjaardagen. Weet je wel, dan komen ze op zo'n verjaardag en dan moeten ze opa en oma een kusje geven. Weet oh ja, dan. Ja, ja. Ken je dat? Ja. Of verschrikkelijk. Zelf vind ik dat ook altijd een beetje ingewikkeld. Maar eigenlijk kun je dat kinderen al heel vroeg leren. Als ze niet willen om opa een kusje te geven of die oom met zijn prikkelbaard en zo, dat ze dan alleen een hand hoeven te geven, dat dat goed is en dat we dat respecteren. Zo respecteren we gewoon de fysieke integriteit. Maar dat kan wel wringen bij die handen. Tuurlijk. Ja, dat hoorde je in dat gasthouder ook. Het kan heel erg wringen met de ander, want dat vindt een opa en oma of een oom en een tante niet leuk. Hoe pak je dat dan aan? Dat zou ik dan laten uitleggen, dat je het zo wil. En dat het belangrijk is om een kind grenzen aan te leren. Dat ze daar de baas over zijn, over hun eigen lijf. Nee is nee. Oké. Okay. Daar kan je al heel vroeg mee beginnen. Ja, daar zou ik wel een robotje over willen stoeien. Oké. Okay. Ja. Nou, helder. Nou, ik hoop dat jullie daar wat aan hebben. Fijn weekend en tot volgende week. Tot volgende week, doei!